Ja, voor de mensen die mijn kanaal volgen voor alles wat rond fotografie te maken heeft, mijn excuses, want het gaat vandaag weer over het kabinet gaan. Maar de reden is eigenlijk vrij simpel. Want ik ben dus eigenlijk bezig met de laatste inrichting, de laatste aanpassingen, om eigenlijk alles gekeurd te krijgen voor het einde van de maand. Ik zou graag deze maand alles klaar hebben, daar komt het op neer. Dus als je hier bent voor mijn video's rond fotografie, nog even volhouden. Amai, het is goed weer bij. Als je hier bent voor de, video rond, of de video's rond fotografie, nog even volhouden. We gaan natuurlijk ook leuke fotografie-gerelateerde dingen doen met de kabinetten, een keer dat zij gericht is. We waren met die keuken bezig. Ik zie dat ik ze ondertussen terug binnengezet heb. Ik ben ze nog verder aan het afwerken. Ik had u gezegd in de vorige video dat ik die op 45 breed had gemaakt. Maar ik heb ondertussen gezien. Ik heb het nog eens nagemeten. En alle beetjes helpen. Dus dat is dat slot waar ik van sprak. Dus die uitstulping van het slot. Dus dat ga ik eruit frezen. Dat ik hem echt tot tegen hier kan plaatsen. Dat komt ook ongeveer gelijk met die lat. En ik heb dat het ligt onder het stof nu, maar ik heb dat nog een keer goed nagemeten. En eigenlijk is dat 43 breed, dus ik heb het nog een beetje versmalt, mijn blokje, naar 43. En ik ga ook nog, hier zie je die afgeronde hoeken, dat ga ik ook in mijn keukenblok zo afronden. Ik ga nog wel zien dat ik dat juist dan waarschijnlijk met kleine latjes of met dunnere multiplex, dat ik die kan plooien. Ga je het dan afgerond afwerken. En door die afronding ga je ook veel minder, ga je het niet meer kunnen stoten aan eigenlijk die hoeken. Plus dat het ook smaller gaat tonen als het afgerond is. Beetje het MacBook Air principe. En eigenlijk om zo'n kabinet gekeurd te krijgen, moet je eigenlijk niet zo heel veel hebben. Ah ja, misschien snel een klein beetje reclame. Dewit.nl, De Wit Schijndel is de naam van de winkel. Daar heb ik al vrij veel onderdelen besteld. Hier staat het volledige adres. Lekker in dat keukentje, dat dompelpompje. Ik zou eigenlijk beter mijn naam een keer veranderen naar Capelle met 1 P. Iedereen schrijft het toch zo. Het is maar op het officiële document dat met 2 P staat. Het zal veel meer mensen het juist schrijven, dus ik kan laten aanpassen. Het ging over de kabinet. Ja, wat moet je allemaal doen voor de inrichting? Eigenlijk niet zoveel. Allee, om hem gekeurd te krijgen. Van lichte vracht te wijzigen naar camper. Je moet een slaapplaats hebben, dus bedden. Dat mag zo'n zetel zijn dat je ombouwt, gelijk bij de Californië kabinetjes van Volkswagen. Je moet een kookplaat hebben. Dat kan met gasflessen. Ik denk dat je ook een pompbak moet hebben met stromend water. Dus dat is met de 12-volt batterij. En je moet een tafeltje hebben. Eigenlijk alles behalve dat tafeltje had ik al in mijn vorige versie. Maar dus voor dat tafeltje was ik nog op zoek naar iets en ik heb dat bij De Wit gevonden. Dus eigenlijk, ja, die zetels gaan een klein beetje verder uiteen komen te staan. Dus die moet gewoon nog naar achter. En dan komt er daar een tafeltje. Ik heb iets gevonden bij De Wit. Dit ding. Dat gaat mij helpen. Dus wat hij eigenlijk... Ik zou moeten kijken, maar ja, je moet dat gewoon zo hier tussen die zetels zo bevestigen. Dus zo tegen de wand. En dan kun je dat zo openklappen. En dan klikt dat vast. En hier zit dan je tafelblad op. En om dicht te doen, moet je denk ik... wacht, hier. Ja, daar zit een... een plastic hendel, als je die terugklikt, kun je hem dicht doen. Het is niet zo licht, het weegt, wat staat erop? 900 gram, net geen kilo. Maar het is wel super handig, super compact. En dat gaat mooi, kijk, er is plaats genoeg. Dus daar komt nog een 12 mm blad op. En dat wordt hier tegen bevestigd, op de juiste hoogte. Dus dat is mijn oplossing voor het tafeltje. Ik heb ook nog, terwijl ik dan toch bestelde. En dan dit zijn eigenlijk
Ik hoop dan die passen op mijn bidons. Ik ga even de kleinste erbij pakken. Dus dat is, ik heb gezien als ik dat... Dat is eigenlijk mijn afvoerwaterslang. Buis. Dus ik werk met twee bidons. Ah, dat pompje dat ik zei, ja. Dat is dat pompje dat ik van sprak. Dus dat komt ook, dat is denk ik... God, het was nog geen 10 euro volgens mij. 12 volt pompje, dus je dompelt dat gewoon onder in een bidon met water. En dan dat kraantje, als je het openzet, gaat er een contact op. Heb je water. En dus onder dat pompboxje, als het goed is, ja, zit er daar een afvoer. Waar dat dien ruimschoots overpast, dus daar moet ik nog een overloopstukje voor vinden. Maar ik hoop vooral dat dit op mijn bidons past eigenlijk. Het ziet er wat groot uit. Ah nee, het ziet er goed uit. Ja, blijkbaar, ik wist dat ook niet, maar blijkbaar heb je dus twee standaarden als het over bidonfles doppen gaat. Je hebt de DIN 61, dat is deze. En je hebt de DIN 96, dat is een pak groter. Maar dus die past goed. Dan is mijn vulwaterbidon ook schoon afgesloten. Ik weet wel niet, voor die dingetjes koop ik allemaal op eBay. Ik weet niet of dat interessant is om dat bij de Witschendel te halen. Ja, en die steun, dat was maar 30 euro voor dat geld. Kan ik niks beter bedenken, zeg.